Als je iemand ziet die in de oorlog heeft geleefd, dan besef je ook echt wat er in die oorlog allemaal gebeurd is. Het maakt veel meer indruk dan bijvoorbeeld uit een geschiedenisboek. Ja. Ja. Ik schrik heel veel van die verhalen, maar ja, we hebben wel zelf geluk dat wij er nu niet in de oorlog zitten. Jongelui, hartelijk welkom. Jullie komen om mijn verhaal aan te horen. Ik vind het ook echt best wel bijzonder dat wij hier nu vandaag mogen zijn. Als je het leest, dan is het ook veel anders als iemand het vertelt die het ook echt heeft meegemaakt. Je voelt dan dat hun eigenlijk dat zij het echt hebben meegemaakt. Hij ging voor me staan bij de deur, bij dat deur. En hij deed zijn handen zo en hij zei: terug, je wordt doodgeschoten. Je wordt doodgeschoten, ik weet het zeker. En hij trok aan me en hij trok me zo de klas in. Als iemand het vertelt wat hij heeft meegemaakt en hij heeft het ook meegemaakt, dan is het beter dan bijvoorbeeld als een leraar het vertelt. 29 mannen moesten mee, Amsterdam-Zuid doorlopend, naar de plek waar die Duitse officier door het verzet vermoord was. En wat deden ze? Ze hebben al die 29 mannen, waaronder mijn vader, gefusilleerd. Neergeschoten. Die Duitsers hadden niet alleen bedacht dat legers tegen elkaar moesten vechten, soldaten, dat is al verschrikkelijk natuurlijk. Maar die hadden ook bedacht dat mensen van een bepaald ras of van een bepaald geloof, dat die eigenlijk uit de maatschappij weg moesten. Ik heb geleerd dat je aardiger tegen iedereen moet zijn, ook al haat je diegene of zo. Het is gewoon geschiedenis, echt geschiedenis, levendige geschiedenis. Ja, ik vind het mooi, ik vind het goed. Ik vind het moet doorverteld worden. Alles van die aard moet doorverteld worden. Zoals Hitler deed, hij hield niet echt van ja, Joden. Want ik weet wel dat het wel, maar ik heb vergeten waarom niet. Maar iedereen is eigenlijk hetzelfde. Je moet nooit iemand discrimineren van zijn huidskleur of van waar hij komt en zo. Ja, dat heb je als je 83 bent, kan je heel lang terugkijken.